gelukkige paar sloot bij de bank een lening af van bijna een ton. Maar het huwelijk liep met veel tumult op de klippen. Wie draait op voor de maandelijkse aflossing? Wij willen het vergeten. Alleen zij laten ons niet toe om het te vergeten. Wilde dieren horen niet in het circus, vindt de dierenbescherming. En ze zet de aanval in. Circusdirecteuren zijn woedend. Kijk eens hoe mooi ze erbij staan. Hoe vrij ze rondlopen hier. Hoeveel meter dat ze hier hebben. Zie je bij die olifant enige stress? Nee, toch. Ik voel me wat min of meer bedrogen. Nou, ik vind het een schofterige zaak. Ze hebben dus ons mooie dingen beloofd. Ik neem er geen genoegen meer mee. Ho. U weet niet wat u mijn gezin aandoet op dit moment. Goedenavond, welkom bij De Rijdende Rechter. Als relaties worden verbroken is het leed soms niet te overzien. Emoties belemmeren vaak een zakelijke afhandeling van de echtscheiding. De rechters hebben dan ook hun handen vol aan het ontbinden van huwelijken. De uitspraak van de rijdende rechter is bindend. Hoger beroep is niet mogelijk. Alle partijen gaan vooraf akkoord en meester Frank Visser spreekt het verlossende woord. Als je door je vrouw wordt verlaten, stort je wereld in. Na de eerste schrik blijkt een verschil van mening over de aflossing van een geldlening. Tijdens de echtscheidingsprocedure is immers afgesproken samen maandelijks te betalen. Maar wat als een van beide partijen dat weigert? Ik heb in het verleden een krediet afgesloten. Dat was ten tijde van mijn vorige huwelijk. Een deel van die lening was om een andere lening in te lossen. Het restant na die inlossing, daar hebben we die auto voor gekocht en een caravan. En zij heeft daarin toegestemd. En na verloop van tijd, toen de echtscheiding kwam, heeft zij via notaris ondertekend dat zij een bepaalde periode mee zou betalen. Ja, en zij houdt zich niet aan die afspraak. Ik was in de veronderstelling dat het een gelukkig huwelijk was, ja. Als iemand zegt van nou, ik hou het niet meer bij je uit of ik ga weg, dat je dat niet van de een op de andere dag zegt. Dan moet er al een geschiedenis vooraf hebben gezeten. En ze heeft het zelf ook toegegeven, dat het al langer speelde. Maar wat speelde al langer? Ja, dat die twee dan een relatie hadden. Mijn ex en mijn vader dan. Ik heb mijn moeder en daar ben ik heel blij mee. Ze is heel zorgzaam. Als ze vrije tijd heeft, helpt ze ons hier in de huishouden. En nu ook. Ja, alles wat ons aangaat eigenlijk, dat trekt ze zich aan. Ik was in principe alles kwijt, ja. Het huis waar ik op dat moment in woonde was te duur. Dat kon ik niet handhaven. Mede door die financiering die ik dan had. Ik mijn vader kwijt. Laat maar zeggen, een maat waar ik mee werkte. Zo lang kwijt. Mijn vrouw kwijt dan. Ik heb in Harlingen een sociaal werkster ook ingeschakeld. Die met hem ook aan de gang is geweest. Ik heb mezelf op dat moment helemaal weggecijferd. Ja, ik heb alleen maar voor hem klaargestaan. En hem er weer een beetje bovenop geholpen. Totdat hij die niet leerde kennen. En die heeft het eigenlijk een beetje van me overgenomen. En toen kreeg ik de klap. Want u moet ook kapot geweest zijn. Ja. Had u het ooit verwacht? Nou, verwacht niet met haar. Niet met haar. Ik heb wel al een hele tijd geweten dat er iets mis was. Omdat hij vermagerde in één keer. Begon weer te drinken. Maar nooit gedacht dat hij dit zijn zoon zou aandoen. Maar voelt u zich bezodemieterd? Ja. En zeker door haar. Erger dan door uw ex-man? Ja.
En hoe zit het bij jou? Ja, bij mij is het precies andersom. Ik voel me meer bezodemieter door mijn vader dan door haar. Kijk, als iemand anders het niet meer bij je ziet zitten en bij je weggaat, ja, dan kun je kwaad worden, je kunt de boel kort en klein slaan, maar het feit op zich dat iemand bij je weg wil, goed, daar doe je niks aan. Je kan het nog proberen om te lijmen of te praten, maar dat hij dat nadat we 7 jaar samen hebben gewerkt en dag en nacht op het werk samen zijn geweest, het dan even zo goed nog doet, ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat, ja. Ik heb nu een nieuwe relatie, ja, en daar stop ik nou een hoop tijd en energie in. Ja, en naarmate dat verder doorloopt, heb je toch zoiets van, ja, dan gaat het mee steeds meer op de achtergrond. En dan maak ik me er niet meer zo kwaad om. Wij willen het vergeten. Alleen zij laten ons niet toe om het te vergeten. Nee, als... Want hij krijgt nou weer een douw. Heb je nou het gevoel dat je ex-vrouw je er bewust heeft ingeluisterd, om het zo te zeggen? Ik heb dat gevoel zeer zeker, heel sterk. Waarom? Omdat op het moment dat wij trouwden in juli, in december van het jaar hebben wij toen dat contract getekend voor die lening. Ja. En ja, in februari gebeurde dit. Dus dat was eigenlijk 2 maanden daarna, goed, 2,5 maanden mm-hmm. daarna. Kijk, en als er inderdaad iets is tussen die twee, en dat gaat niet van de een op de andere dag, dat moet al langer lopen. Op het moment dat sommige dingen zich afspelen, realiseer je die niet. Alleen als je erna achteraf gaat nadenken en alles op een rijtje gaat zetten, dan denk je van ja, dat was vreemd en dat was vreemd. En als je achteraf gaat rekenen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, het feit bijvoorbeeld, als wij ergens naartoe zouden gaan, wou zij nooit met mij alleen ergens naartoe. Mm. En toen met hem wel. Of het nou naar de stad was, zwemmen, lopen, overal alleen met hem. En achteraf dacht je, hé, dit was vreemd. Ja, dat vond ik inderdaad. En toch had je geen idee. Je dacht dat het een goede huwelijk was. Ja, maar ja, ik neem aan, als je iemand vertrouwt, zijn het toch je ouders. Want ja, die willen je willens en wetens geen kwaad doen. Nee. Dus ja, ik vertrouw mijn moeder 100%. Toen vertrouwde ik hem 100%. Ja. Ja, dan heb je een... Het komt gewoon niet bij je op. Nee, dat is het laatste wat je denkt. Ja. Jij bent natuurlijk ook in een situatie terechtgekomen waar je ook niet echt om gevraagd had. Nee. Heb je het gevoel dat het veel invloed heeft op jou of op je leven? Op dit moment wel, ja. Hoe? Nou, het is zo, wij willen ook een gezin stichten. Mm-hmm. En omdat wij ook nog geld krijgen, wij zijn gewoon veel kwijt aan huur en weet ik allemaal wat. Mm-hmm. Ja, en dat moet gewoon even stoppen. Terwijl hun zeg maar, ja, en hebben nou 2 kinderen. Dus het feit dat jullie nog niet aan kinderen beginnen, dat heeft te maken met dat er geen geld is. Nee, je wil natuurlijk je verplichtingen voldaan hebben voordat je zo'n stap onderneemt. Want dat is een hele verantwoording. Ja. En dan niet links en rechts nog dingen moeten betalen. Dus dan ben je... Ik kan me voorstellen dat je misschien dan naast jaloers bent dat zij wel kinderen hebben. Nou, jaloers niet, maar om dat nou als wapen te gaan gebruiken. Ja, uitgerekend dat. Terwijl jullie dat zo graag willen. Ja. Nou, dat is een beetje zuur. Dat is zuur. Ja. Nee, ik snap het. Wat is de eis? Wij hebben in het contract afgesproken dat zij maandelijks 400 gulden aan mij moest betalen. Ja. Dat is ondertekend door beiden. En aan die afspraak houdt ze zich niet om die 400 gulden aan mij te voldoen. En dat is een bepaald aantal termijnen achter elkaar. Ja. En je wil dat ze dat geld alsnog betaalt? Alsnog betaalt, ja. Oké. Wat is de reden dat de ex-vrouw van meneer Schmitz ineens stopte met het aflossen van de lening? Nou ja, in eerste instantie denk je van, dat kan niet. Ja, normaal gesproken kan dat ook niet, dat zie je meestal alleen maar in films of zo. Maar ja, toen, toch, het gebeurde, ja. Het ging automatisch, we trokken helemaal naar elkaar toe, dus... Het was toen eerst mijn schoondochter. En dan hebben mij een hele hoop mensen over veroordeeld. Hoe kan je nou met je schoondochter gaan en dit, hoe kan je dat je zoon aandoen? Maar ja, dat is misschien nog wel zo. Maar wat ik allemaal mee heb, daar vraagt niemand naar. Ik ben met niks begonnen. We hebben 2 slaapzakken geleend, 2 luchtmatrassen geleend. Ik kan de huur betalen, zij verzorgt die alles, wij beheert het geld, ik heb boodschappen, ik heb altijd geld. Wat nog veel belangrijker, ik heb elke dag als ik voor mijn werk kom, heb ik eten op tafel. Het is niet dat ik elke dag biefstuk heb of zo. Nee, we mogen maar zo'n sausje. Maar ik heb elke dag eten op tafel. En die kleine net wat te eten.
Ja? En ik kan nog die schulden uit mijn huwelijk moet ik nog afbetalen. Dat kan nog wel een jaar of anderhalf duren. Nee, hou ik je vast. Kom maar. Ja, hij had dus een auto gezien en nou, die wou hij graag hebben. En, nou, hij zegt, kom mee, kijken naar die auto. Nou, zijn moeder mee en nou, ik zeg, we hebben toch een goede auto, van Scorpio. Ik dacht, oh, dat is een goede auto, zit lekker. Maar ja, hij wou dus weer wat beters, hè, weer sneller, een nieuwere. En nou, kijken. Nou, ik was er eigenlijk niet zo mee eens, maar ja. Maar ja, dan heb je zo van, toe en hij vindt het mooi en hij werkt er ook hard voor en, nou. En zo is het dus een beetje gegaan en toen, nou, heeft hij dus gevraagd waar hij dus weer lening in kon krijgen. En, nou, toen zei hij even later van, nou, het gaat door. We kunnen een lening krijgen. En als meneer, zijn ex, een image opbouwt van die ene auto naar de andere auto, om een vlotte auto onder de kont te hebben, ja. Je laat maar zo zeggen, moet je zelfs weten. En dat houdt dan in, van die ene lening in die andere vliegen, totdat er boven de 80.000 gulden uitloopt. Van meneer, die moest de leverman zijn, de big boss. Ja? En zij is bij de laatste lening, is ze mee in de tuin gegaan. Die heeft ze mee ondertekend, maar daar waren nog schulden bij van voor het huwelijk. Ze heeft, dus ze wist alleen maar dat ze een contract heeft voor de laatste, die Opel Kadett GSI in de Duitse versie. Ja, voor zijn reden kon hij 235 rijden, nou, daar ging het om, ja. Om hem tevreden te stellen, om vrede in de familie te bouwen, heeft ze maar mee ondertekend. En als je kerf en auto en het luxe leven willen, laat ze maar zelfs wel mee even betalen. Mevrouw Adema en haar partner zijn hier in de studio. Tja, nou, ik begin bij jou, mag ik jij zeggen? Ja. Ja. Je werd opeens verliefd op de vader van je man. Ja. Hoe kwam dat nou zo? Nou, we werden helemaal naar elkaar toegetrokken. Ja. Ja, je denkt van, nou, dat kan helemaal niet. En, nee. Ja. Nee, dat denk je, het kan niet, ja, natuurlijk. Ja, toch gebeurde het zo. Je kon er niks aan doen? Nee. De liefde was sterker. Dat was zeker heel sterk. Ja. Dacht u dat ook? Van nou, eigenlijk kan het niet. Nou, in eerste instantie dan zie je wel nou, dat verhaal van The Bold or the Beautiful. Ja. Die, nou, die serie die heb ik al zo vaak gezien thuis. Ja. Want dan moest ik zelfs, mocht ik daar niet meer bellen. Ja. Die gast, nou ja, misschien is het wel waar wat ik daar altijd gemist heb. Nou, dan heb ik dat aan eigen lijf ondervonden. Dat was eigenlijk iets wat u herkende uit die serie. Ja, achteraf wel. Ja. En of vind ik wel een goede serie, hoor. Ja, een goede serie? Ja. Want dat is bijna een levensverhaal voor mij. Ja. Alleen dat ik niet zoveel geld heb. Nee, nou goed, ik kan net zeggen, ja, dat is. Maar goed, dat is dan hier het punt. Hoe reageerde jouw familie en je omgeving erop? Nou ja, mijn vader vond eerst niks natuurlijk. Want die dacht ook van, hallo. Dan moet je met jou ook keer. Ja. Ze hebben je niet in de steek gelaten? Nee, ze hebben het heel goed opgenomen allemaal. Ja. Dus ondertussen is jullie tweede kindje geboren. Hè, we zagen in het filmpje dat je zwanger was. Ja. Is het een jongen of een meisje? Een meisje. Een meisje. Ja. Nou, gefeliciteerd. Maar, nou, werd er net hier gezegd door de tegenpartij. Zij willen ook heel graag kinderen hebben. En ja, ze vinden het nou eigenlijk zo zuur dat jullie... Hè, jullie hebben wel kinderen en dat wordt als reden aangevoerd om niet meer te betalen. Stel nou dat jullie die kinderen niet hadden, zou je dan wel betalen? Nee. Ook niet? Kijk, wij hebben nog twee kinderen. Ja. Ik moet betalen. Aan mijn school vanuit mijn huwelijk nog, ja. Met zijn moeder. Ja. Moet ik ook nog aflossen. Bij ons kan het wel. Ja. En wij hebben geen caravan, wij moeten in de tuinvakantie met kinderen. Nee, maar ik bedoel, heeft het iets te maken met het feit dat u gewoon meer kosten heeft vanwege die kinderen? Nee, helemaal niet. Dat maakt helemaal niets uit.
Dus het gaat meer om dat u zegt, het is meer een principiële kwestie. We willen dat gewoon niet meer betalen. Maar goed, kijk, we hebben ook gezien op het filmpje dat u vroeger met z'n allen dus gezellig naar de camping ging. Was dat gezellig? Dat heb ik begrepen, dat gezellig was. Ja, ik was er niet bij. Nee. Nou, daarom kon u daar niet over mee praten. Want het was zo, mijn ex-vrouw die ging daar 4 maanden heen. Ja. En ik kreeg telefoontjes. En ik kon in Halingen kon die rekening weer gelijk maken dat die ze me steeds weer naar de rood brachten. Nou, ik kan me herinneren dat jij zei dat jullie vroeger met z'n allen gezellig naar die camping gingen. Ja, dat is ik heb het van hem gehoord. Ja, ja. En dan hoorde u dat van mij. En u vond het niet gezellig? Ik vond het helemaal niet gezellig. U hebt het nooit gezellig gevonden op de camping? Ja, want soms van dat gelingen en dan was het gezellig. Dan was ik in de bergen wandelen. Ja, ja. Alleen. Dat is achteraf natuurlijk altijd makkelijk te zeggen. Achteraf inderdaad. Makkelijk te zeggen. Ja, ja. Maar achteraf gaat het een heel hoop licht op. Zoals? Nou, dat ik dom ben. Dat u dom bent? Ja. Want anders was ik nooit 3 keer met zijn moeder getrouwd. 3 keer ben ik in de taal gegaan. Mm-hmm. En nu genomen vanaf 1994, dat is niet die tijd. Gelukkig dat ik uit elkaar ben. Wat ik tot nu toe allemaal betaald heb. Ja. Maar goed, het is duidelijk. En dan is nog een jaartje of twee, dan ben ik van de hele rotzooi af. Ja. En dan is inderdaad, Eindhoven legt in het zuiden en Harlingen legt in het noorden. Ja, dan hoeft u elkaar nooit meer te zien. Dat lijkt mij ook voor jullie allemaal veel beter als ik dat zo bekijk. Maar wat toch nog even één ding, uw zoon zei. Dat u toch 7 jaar lang samen echt gewerkt hebt. En was dat dan geen prettige periode voor heel u? Heel prettig. Had u niet een leuk contact met hem toen? Ja, dat was heel mooi. Maar totdat ik in 1994 aan de dijk hoorde... Ja. Dat hij al 3 jaar wist dat zij van mij afval. Toen was die band bij mij gebroken. Ik weet niet in hoeverre dat natuurlijk... Het gaat nu om uw ex-vrouw. Nee, met mijn ex-vrouw. Op die tijd is die band gebroken. Ik hoop dat hij gelukkig wordt en een gezin sticht. Ik snap niet in hoeverre dat maar, heeft met nee, dat heeft er ook niks mee te maken. Nee. Gezellig wordt het nooit meer bij u. Met z'n allen in ieder geval niet. We gaan naar de hoorzitting kijken. Na het lezen van de stukken wilde rechter Visser nog het een en ander weten. En hij nodigde beide partijen uit voor de hoorzitting in een café in het Friese Harlingen. Verschenen, zei meneer Christian Smits, helemaal uit Eindhoven gekomen vandaag. En aan de andere zijde is verschenen mevrouw Maria Ademanske Adema. Adema. En u speelt een thuiswedstrijd, want u woont hier in Harlingen. Ja. En meegekomen zijn de respectieve partners om te ondersteunen, begrijp ik. U bent getrouwd geweest, 1993. En u bent inmiddels gescheiden. Wanneer is dat precies gebeurd? Wanneer is die scheiding uitgesproken? Weet u dat nog? In mei of juni, 94. Ja, kan dat kloppen? Ja, klopt. Ja, dan ben je uit elkaar, toch? Er is er geen reden meer om nog ruzie te maken, of wel? Nou, er zat redenen, maar dat is niet de reden waarom we hier zitten eigenlijk. Nee, waar het vandaag om gaat is om een schuld. Want nog in 1993, dus eigenlijk vlak voor de echtscheiding, is er nog een geldlening gesloten voor een dikke 80.000 gulden. Het is dat toen nog in de schuld gestoken. Mm-hmm, klopt. En toen is afgesproken dat u die schuld op u zou nemen. Ja, dat was het uitgangspunt. Maar dat u, mevrouw, 64 maanden lang zou u maandelijks een bedrag van 400 gulden overmaken op de giro-rekening van uw ex. Ja. En heeft u dat gedaan? Nee. Toch een tijdje? Met, even zien, 3 jaar geloof ik. 3 jaar. En toen bent u ermee gestopt. Waarom? Omdat ik in één keer stopte met werk, omdat ik een kleine kreeg. Ja. Ja, er worden allerlei smoesjes aangekaart dat hun niet kunnen betalen. Maar ja, die zaken staan compleet los van elkaar. Maar is het nou een smoesje? Ze heeft een kleintje gekregen en kan niet meer werken. Ik heb een brief gekregen dus van hun. Ik heb herhaaldelijk malen geschreven om hun erop te attenderen dat ze moeten blijven betalen. Die brief die kan ik wel lezen. Die brief wat was vermeld met dreigementen. En die moet dan ook ergens tussen zijn. Ja. Ja. En ik heb die spullen van haar, die zijn als almoezen van hem gekregen. Die heb ik overgekocht. Daar heb ik in dat jaar 95 heb ik doorbetaald, die 400 gulden. Toen heb ik gezegd, nou, meer waren die spullen niet waard. Nou stop ik met betalen. Dus inderdaad, hij heeft misschien betaald. Maar ja, daardoor die is er een natuurlijke, van de bank. Natuurlijke verbintenis door ontstaan. Hij heeft in principe in haar opdracht of in haar belang doorbetaald. Ja, die aflossing? Ja, en als dat toen kon, waarom kan dat nu niet meer dan? Omdat ik nou niet voor jouw image opkom wil.
Dat je dure auto's, je had een goede auto gehad, een Scorpio. Maar ja, je moest een snellere auto hebben. Maar die auto die betaalt wel helemaal alleen. Ja, maar luister nou. De auto was van die lening. Eventjes, maar nou goed. Alleen. Want u bent eigenlijk helemaal geen partij in de zaak. Nee, ik neem geen partij. Nee, u heeft wel het hoogste woord vandaag. Als ik het alleen uit mij knip nu. Als u goed ziet in het contract staat er ook dat de totale looptermijn is 96 maanden. Waarvan zij 64 maanden alleen mee zou betalen. Ja. Daarnaast zou zij ontbonden worden van het contract. Er blijft de resterende 32 keer dat ik alleen betaal die 836 gulden. Ja. Wat de waarde vertegenwoordigt van de auto en de caravan. Ja. En die 42.000 gulden die vanuit voor het huwelijk kwamen. Ja, dat was die, ook, die worden wel van overgenomen worden. U vindt eigenlijk, ja... Die, ik wil even, nou, maar, ook, maar ik wil eventjes met u praten. Ja. Maar meneer, ik wil even met mevrouw praten. Ja, maar daar heb ik nooit aan mee ondertekend met die andere leningen. En alleen met de laatste. Nou, dat was dus een lening wat over de bedrag ging van 11.000 nog of zo. Maar ik heb nu 13.000 nog wat betaald. En dus moet ik nou ook nog voor die oude lening verder mee betalen. Maar ja, kunt u zich voorstellen dat hij zegt van, nou, daar heeft ze voor getekend? Ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, als ik geen geld meer heb of zo, dan houdt het van mij op. Stel dat u gelijk krijgt. U bent ervan overtuigd dat u gelijk heeft. Maar stel, u krijgt het van mij. Stel. Ja, ja. Zegt, nou, ze moet betalen, maar ze betaalt niet. Wat dan? Mm-hmm. Uiteindelijk zou je dan op het punt komen dat de deurwaarder de spulletjes buiten moet zetten. Zou u dat willen? Als ik daardoor mijn geld zou krijgen, wel ja. Ja. Dat is staalhard, maar toch zo. Kijk, er zijn meer dingen gebeurd, maar ik ben ook op het standpunt van, ja, dan maar. Heb ik wel een vraag aan u, mevrouw? Nee, ik wil mevrouw praten. Een vraag aan u. Ergens heb ik gelezen dat u zich belazerd voelde. Ja, door die oude leningen of die resterende voor natuurlijk ook nog voorop draaien. Terwijl dat hij dat wel moet betalen, want ik heb geen inkomen verder. Heeft u dat nou niet bedacht toen u dat bij de notaris allemaal zo kwam? Zo werd, dus nee, u heeft wel begrepen waarvoor u tekent, of niet? Ja, maar je bent dan zo... ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet. In de war. Nou, ik begrijp dat ik heb gewoon getekend en dan... Meneer de rechter, ik heb het al tegen meneer Jansen. Ik vind het gewoon nou niet meer. Dan moet u eens horen. Niet uit haar woorden. Meneer Smit senior, dan moet u eens horen. Ik probeer dan de hele tijd mevrouw Adema te praten. Het gaat er niet. Ja, maar ze wordt vastgepraat. Ik krijg geen kans om met haar te spreken. Nu zit het tussendoor. Die lening heeft ze ondertekend toen de tijd. Dat gaat niet hoor. Dus je druk van zijn moeder. Dat gaat zo niet. Dat gezegd worden. Dat gaat zo niet. Jij gunt die jongen nooit wat. Jongen, hou eens een keer stil en laat die man zijn werk doen. Stop. Ik stop daarmee. Misschien moet een beetje. Is het beter dat u even gewoon. Die mevrouw, dat was afspraak dat er achter geen commentaar kwam. Als iedereen nou gewoon geen commentaar geeft. En als u nu ook uw mond een beetje houdt. Dan houden we het vast wel een beetje rustig. Als u nou gewoon uw mond houdt, dan krijgen we ook geen commentaar achter. Hè? Nee, maar zij moet gewoon stil zijn, want zij is de oorzaak van alles. Kan zijn, maar ik ga de zaak is van uw vrouw. Die deurwaarder die was achter me aan door zijn moeder. Ja, dat ik alimentatie betalen moest, die wist niet waar ik het heen sturen moest. Daardoor kreeg ik elke maand een deurwaarder aan de deur. Nou, zeg het maar, meneer senior. Want ik wil gewoon dat eerlijk afgehandeld wordt. Of u gaat gewoon achter zitten. Dat niemand van mijn partij de dupe wordt. Of u gaat gewoon achter zitten, of u houdt nou uw mond dicht. Want het gaat zo niet. Je gaat niet achter zitten. Nou, waar was ik gebleven? U zat bij de notaris. En u was in de war. Nou, vanwege de echtscheiding. Gewoon van... Je staat er gewoon niet bij stil. Je denkt van, nou snel mijn handtekening zetten en ben er vanaf. Weet je wel? Zo. Dat dacht u? Gewoon van... En heeft u niet over nagedacht? Nee. Dat u dan ook nog de schuld op uw schouders nam van voor het huren? Ja. Laatste ronde. U krijgt nu nog kort de gelegenheid om iets te zeggen waarvan u zegt dat is nog helemaal niet in orde geweest. Dus niet het verhaal opnieuw gaan zitten afdraaien. Dat is nog helemaal niet in orde geweest. En wat u belangrijk vindt, dat ik dat weet. En is dat nu uw kans om dat te zeggen? Ja, het is dan het volgende. Inderdaad, ik heb de auto en de caravan in mijn bezit. Maar zoals het de papieren blijkt, betaal ik die ook alleen. Dus dat heeft verder niks meer met die verdeling te maken. Ik vind ook dat het een zaak is tussen haar en mij. En dat er verder wat er omheen hangt eigenlijk niet toe doet of de schuld dient te krijgen of een reden zijn om niet te betalen. En ik wil gewoon dat zij zich aan het contract houdt. Dat is duidelijk. Nou heeft u de kans voor uw laatste woord. Ja. Wilt u nog iets zeggen, Patrick? Dat is belangrijk. Nou, omdat hij zegt dat niemand heeft er wat mee te maken. Dan vind ik ook dat hij er niks mee te maken heeft. Dus dat hij ook niet hoeft te betalen.
U vindt dat uw nieuwe man niet mag opdraaien of op te draaien van de schuld. Nee, hij heeft niks met mij te maken, met mijn schuld. Goed. Nou, ik weet voldoende. Dan sluit ik de behandeling. Ik ga me hierover beraden. Ik zie u terug voor de uitspraak. Okay. Dag. Volgens mij is alles gezegd in dit familiedrama. En het woord is nu aan meester Frank Visser. Wie krijgt er gelijk? Is dat meneer Schmitz, die vindt dat zijn ex-vrouw haar deel van de lening moet aflossen? Of heeft mevrouw Adema al lang genoeg betaald en is ze terecht gestaakt met het overmaken van geld? De rijdende rechter doet uitspraak. Uitspraak in de zaak van de heer Schmitz junior tegen mevrouw Adema. Opmerking vooraf. Ik ben geschrokken van de enorme schulden die mensen op zich nemen. Juist in dit geval zie je wat voor een verschrikkelijke gevolgen dat kan hebben. Dat mensen heel snel voor het zich eigenlijk diep in de schulden steken. En dat gaat op dat ogenblik wel. En als er dan zoiets voorvalt als een echtscheiding, dan zie je hoe dat allemaal nog jarenlang de mensen achtervolgt. En eigenlijk een relatie die verbroken is na een echtscheiding, toch nog in stand houdt met alle verziekende gevolgen van dien. Goed, als je gaat scheiden, dan weten de meeste mensen wel dat je de spullen gaat verdelen. Mensen zich vaak niet realiseren is dat je ook de schulden moet verdelen. Zeker als je zoals u, zoals de meeste mensen in Nederland, in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Omdat dat verdelen van de spulletjes en van de schulden nogal eens aanleiding geeft tot extra ruzie na de echtscheiding, is het dan ook heel verstandig om een zogenaamd echtscheidingsconvenant te sluiten. Een contract waarin je aangeeft, zo gaan wij de zaken verdelen. En ja, of er zoiets bestaat als een goede echtscheiding, weet ik niet, maar het is in elk geval wel verstandig om dat te doen. En gelukkig doen ook een heleboel mensen dat. En u was ook zo verstandig om dat te doen, leek het. Want een van de partijen wil daarop terugkomen. Nu is het zo dat als je zo'n contract tekent, dan zit je daaraan vast juridisch. En is het niet zo dat je, als het wat tegen zit daarna, kunt zeggen, ja, maar nou wil ik daar niet meer aan gebonden zijn. Zo werkt het niet. Het is anders dan met alimentatie. Hè? Als de rechter je veroordeelt om een alimentatie te betalen, en de partij die dat moet betalen, die komt bijvoorbeeld in hele slechte omstandigheden, dan kan je teruggaan naar de rechter en zeggen, ik wil graag minder. En dat is dan weer bespreekbaar. Maar een echtscheidingsconvenant is in zoverre niet bespreekbaar. In theorie is wel denkbaar dat je zo'n contract misschien toch zou kunnen openbreken omdat er iets heel bijzonders gebeurt. En dat, mevrouw Adema, is eigenlijk wat u aan mij heeft gezegd. Ja, onze hele gezinssituatie is gewijzigd. Nu 2 kleine kinderen. Het is ook allemaal geen vetpot. En we kunnen dat niet meer opbrengen. We willen dat ook niet meer opbrengen, maar het heeft ook met elkaar te maken. Nou, die omstandigheid, dat uw gezinssituatie is gewijzigd, is niet zo'n hele bijzondere omstandigheid waar ik net op doelde. Het is iets waar u op dat ogenblik bij de notaris niet aan gedacht zult hebben. Maar het is wel iets wat, ja, juridisch gezegd, voor uw risico moet blijven. U bent degene die bepaalt hoe u uw leven inricht. En de gevolgen daarvan, die komen dan ook voor uw rekening. Ik zeg ook voor uw rekening, u bent niet getrouwd met uw nieuwe partner. Het is uw schuld, hè? Mijn verhaal toen net was, als je gaat trouwen, op het moment als u zou gaan trouwen, zou dus de helft van de schulden die u nu heeft ook weer schulden worden van uw nieuwe man en omgekeerd. Dan is nog de kwestie, dat heeft u ook nog aangevoerd, dat u zei, ja, ik wist eigenlijk niet goed wat ik deed bij de notaris. Juridisch ook niet onbelangrijk, omdat je, dus er zijn gevallen denkbaar dat iemand zo in de war is, dat je moet zeggen, ja, hij of zij heeft wel toestemming gegeven, maar dat is gebeurd, ja, onder invloed van een geestelijke stoornis, weet het dan, hè? Er is één groot maar aan, dan moet dat wel zo duidelijk zijn dat de tegenpartij, uw ex en de notaris, op dat ogenblik hadden moeten begrijpen dat u niet bij zinnen was. Ik zei in ieder geval niet, de notaris, die staat op zichzelf wel buiten dat contract. Maar van een notaris mogen we toch verwachten dat hij niet u beiden een contract laat sluiten als het hem duidelijk is dat u totaal niet weet wat u doet. Ik ga er dan ook vanuit dat als u al in de war bent geweest, u zei dat tegen mij, dat het in elk geval niet zo was dat de tegenpartij heeft moeten begrijpen dat u buiten zinnen was. Alles leidt dus eigenlijk naar één oordeel. En het enige oordeel dat ik kan geven
Het recht heeft met emoties weinig of niets van doen, enkel met de gevolgen. Maar het recht zelf is koud en zakelijk. Koud en dat is maar goed ook. Want het recht mag niet emotioneel partij kiezen. Puur kijken naar de zaken die voor liggen. En wat voor mij op tafel ligt, is in feite een heel eenvoudige zaak. U heeft beloofd om te betalen. Ik heb het onderzocht of u er onderuit kunt. En het antwoord is nee. U zit daar aan vast. Dus ik zal de eis toewijzen. Mijn beslissing in deze zaak is dat Adema gehouden is de overeengekomen maandelijkse betaling van 400 gulden per de eerstkomende eerste dag van de maand te hervatten, totdat de afgesproken 64 termijnen zijn voldaan. En als u dat niet doet, dan gaat er wettelijke rente overlopen. Dank u. Dit is mijn uitspraak. En daar zult u mee moeten doen. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. Jullie hebben het pleit gewonnen. Dus ja, voor jullie. Nou, u klapte vrolijk toen u de uitspraak van de rechter hoorde. Iedereen klapt, dus ik klap maar mee. En de rechter maakt die uitspraak. En ik feliciteer u ook. Ja. Dus, u had het ook wel een beetje. Ik hoef niet te betalen, dus. Nee. Ik heb nog niks ondertekend. Nee, maar goed, ik bedoel, het is natuurlijk. Ja, wat maar goed. Ik heb niks ondertekend. Nee, het komt nu op haar neer. Ja, maar ja. Ze heeft niks. Nee, nou ja, goed, we moeten niet opnieuw beginnen. Maar ik bedoel, het is inderdaad, voor jou is het een treurige uitspraak. Nou, als ze nou werk vinden gaan waar ze die twee kinderen meenemen kan, dan is het mooi. Dan, ja. Dan komt dat nou, ja, misschien vind je er nog op een of andere manier een oplossing voor. In ieder geval, dit is de uitspraak van de rechter. U accepteert hem maar. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. U moet de uitspraken accepteren. Nou, scheiden, dat doet vaak lijden en dat blijkt ook maar weer in dit geval. Een waarheid die vanavond op alle fronten is bewezen. Wilde dieren in een circus laten optreden is in strijd met het natuurlijke gedragspatroon van deze beesten. Dat zegt de Landelijke Dierenbescherming. En ze adviseert gemeenten dan ook om geen vergunning meer te geven aan circussen die werken met wilde dieren. Mag dat zomaar? Ik vind dat het in 1997 niet meer kan dat de dierenbescherming uitmaakt dat er geen dieren in het circus zijn. Ik vind dat de dieren in het circus moeten kunnen, omdat het publiek, het grote publiek, uitmaakt of dat er wel of niet dieren zijn in het circus. Kom dan. Kom dan. Ik hoorde vorige week Anton van Hoof op de televisie, die zei de roofdieren die in gevangenschap geboren worden, die worden minstens twee keer zo oud als de dieren in de natuur. Ja, dat zegt toch alles? Zou het circus zonder dieren kunnen? Ik denk het niet. Dat zou ook als een soep zijn zonder zout. Ik wil ook niet zeggen dat er ook misschien wel circussen zijn die minder goed voor hun dieren zijn. Maar dat is precies als je hebt goede ouders en slechte ouders. Dat alle circussen over één kam worden geschoren, dat is totaal ongegrond. This is Boyki. You can never tell what he's going to do. I mean, he's very good, but he kind of does what he wants. Really. This one, he's my best lion, Garner. Aren't you? Hey! He's my best one. He's the one that's very aggressive. He's not aggressive, but comes over that he's very aggressive. You know, he's the one that attacks me and flies across the ring, and you know. It's a game for the lion too. Yeah, you know, it's the way they're trained. You know, when you always train an animal, it's always with their markers. You know, so you have the whip and the stick. So when you make the command for him to attack you, it's that he's following the stick. You know, sometimes he misses a stick and gets your hand. You know, if you're unfortunate, he'll get you across the body. But you know.
Generally in Holland, everybody likes coming to the circus. Why? Because, I mean, not very many of us can go to Africa and look at elephants and look at horses and, you know, anybody can come here and see all our elephants are healthy and all our lions are healthy and everything, you know. So it's just nonsense. If you disagree with something, just don't go. All these organisations aren't going to sponsor my animals. They're not going to put them in big reserves to look after them, and they're not going to do them. And then they have this attitude, well, they're better off dead. I mean, what attitude is that? That's like saying I'm a child that's born a Mongol. I may as well just put it down straight away. It's got no life. It's in a wheelchair all the time. I mean, it's exactly the same thing. Jaarlijks komen heel veel mensen van de dierenbescherming bij alle Nederlandse circussen. En wij krijgen nagenoeg altijd complimenten van wat zijn de dieren goed ondergebracht. Want dat is natuurlijk het kernpunt. De dierenbescherming geeft toe dat de dieren in het circus goed worden ondergebracht. Maar wat men zegt is, het is niet meer van deze tijd. En dan zeg ik, wie maakt dat uit? Wij eisen dat de dierenbescherming zich onthoudt van dergelijke uitspraken. Nou, meneer Rondé. U bent directeur van Circus Rens. Eén van de directeuren, ja. Eén van de directeuren. En u zit hier namens de Nederlandse Vereniging van Circusdirecteuren. Ja, dat klopt. Daar is ook alweer een vereniging van. Ja, daar ben ik ook bestuurslid van. Ja. Kunt u enig begrip opbrengen voor de landelijke dierenbescherming? Totaal niet. Helemaal niet. Ik vind het een belachelijk feit. Want er zijn per jaar 1 miljoen bezoekers van de 12.000 inwoners in Nederland, circusbezoekers, over alle circussen genomen. Mm. En de eerste vraag is altijd, als de kinderen het circus in de stad zien, er zijn toch wel dieren bij. Waar zijn de leeuwen? Er is een Circus Royal in Nederland, die heeft dit jaar geen roofdieren, omdat ze eigenlijk geen geschikte act vonden. Die roofdieren die vinden dat is het minst geaccepteerd door sommige mensen. Hè? Ja. Dat vinden ze het ergste. Dat vinden ze eigenlijk toch, omdat ze gekooid zijn. Ja. Kijk, de olifanten, die heeft ook het filmpje gezien, ja. die lopen toch over het algemeen veel vrij ook rond tussen een schrik. Ja, bij een olifant heb je het idee van misschien vindt hij het nog wel een beetje leuk. En bij een leeuw denk je dat misschien minder gauw. Nou nee, de dieren vinden het ook leuk. Als ze die leuk vinden, doen ze niets. Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, hè, om in een dierenziel te gaan kijken. Dat is waar. Hebben dieren een ziel, denkt u? Ik denk het zeer zeker wel. Ja. Tuurlijk, maar dat is hun uitstraling, hun vacht en hun benemen. Is denk ik een ziel. Daarom kan je zien, hun gedrag kan je zien dat ze het wel naar hun zin hebben. En dat ze zich ook voorplanten in gevangenschap. Dat betekent dat ze zich wel voelen. Ja. Dus u hebt er geen enkel begrip voor. En nou zijn er trouwens ook circus tegenwoordig zonder dieren, hè? Die bestaan wel. Een circus zonder dieren is geen circus. Nou. Nee. Een circus zonder dieren is absoluut geen circus. Dat is een variété. Je hebt. Het circus is ontstaan uit het spel tussen mensen en dieren. Circus du Soleil bijvoorbeeld, weet je? Dat is een variété, dat is een prachtig theaterprogramma met circus-elementen erin. Mm. Maar het is absoluut geen circus. Voor u mag het geen circus eten als er geen dieren zijn. Precies. Goed. De eis van de circusondernemingen is duidelijk. De landelijke dierenbescherming moet ophouden met haar kritiek. En dit is maar één kant van het verhaal. Om deze zaak goed te kunnen beoordelen, moet rechter Visser ook de andere kant horen. Waarom voert de landelijke dierenbescherming deze actie? Nou, het komt eigenlijk hierop neer dat dieren in gevangenschap ernstige welzijnsproblemen hebben. En daarnaast is het zo, ja, je moet eigenlijk dieren niet gebruiken voor kunstjes. Het is ook niet van deze tijd om met dieren te sollen. Dat zijn eigenlijk de twee redenen waarom wij gemeentes adviseren om geen circussen te nemen met wilde dieren. En heeft u dat onderzocht? Ja, er zijn veel onderzoeken gedaan naar eigenlijk negatieve emoties van circusdieren of van dieren eigenlijk in het algemeen die gevangen gehouden worden. En ja, het blijkt dat ze heel veel pijn, onrust, stress, angst en dergelijke ervaren in de gevangenschap. Kunt u concrete voorbeelden noemen van dieren die slecht behandeld worden in de circus? Dan als je het praat over kunstjes doen, dan zijn dat gedragingen die heel ver van natuurlijk gedrag afstaan. Bijvoorbeeld aangeklede aapjes, het springen van tijgers door vuurhoepels. En daarnaast heb je een vorm van mentale mishandeling in verblijfplaatsen. Dus olifanten die hele korte kettingen hebben, zodat ze niet kunnen gaan liggen als ze dat willen. En natuurlijk roofdieren die af en toe gewend zijn om een sprintje te trekken. En dat in een kooi van 5x4 eigenlijk niet kunnen doen. Zou u voor de rijdende rechter uw kant van de zaak willen bepleiten?
Nou, we hebben daar inderdaad wel over nagedacht, maar ik... Het is niet slim om op een onderwerp van een dermate maatschappelijk belang, zeg maar het belang van het dier, wat niet zelf kan praten en waar wij eigenlijk vertegenwoordigers voor zijn, om ons vast te laten pinnen door een uitspraak van een rechter. Tja, de landelijke dierenbescherming wil haar zaak dus niet publiekelijk verdedigen. De rijdende rechter kan daarom geen bindende uitspraak doen in deze zaak, maar hij kan wel een juridisch advies geven. Meester Visser, wat is uw advies? Ja, mevrouw, ik moet u eerst zeggen dat deze zaak zich misschien niet leent om aan de rechter voor te leggen. En in zoverre begrijp ik wel wat de dierenbescherming bedoelt. Ja, het komt een beetje vervelend over zoals ze het brengen. We kennen al de calculerende burger en nu schijnen we dus ook al te hebben de calculerende dierenbescherming. Maar ik denk dat de gedachte erachter is dat ze denken, ja, het gaat hier om eigenlijk meer om een politieke kwestie. En die kan een rechter niet beslissen. Het is natuurlijk wel zo dat vooropgesteld dat het geven van advies vrij is. Hè, we kennen vrijheid van meningsuiting in ons land. Er zijn natuurlijk grenzen. Als de dierenbescherming willens en wetens aperte leugens gaat verkopen, ja, dan handelen ze onrechtmatig en zou je daartegen kunnen optreden. Maar zolang dat niet het geval is, en ik heb geen reden om aan te nemen dat de dierenbescherming dat zou doen, nogmaals is het een politieke kwestie. En ik begrijp dat het probleem van de circussen eigenlijk niet zozeer die dierenbescherming is, als wel wat die aanricht. Hè, dat zij gemeenten zover krijgen om te zeggen, wij willen binnen onze gemeentegrenzen geen circus met dieren. Voor u is dat dubbelop. Ja, broodwinning ontnemen. Hè? Uw brood. Maar dat is ook al eens gelukt. Nee, dat is nog niet gelukt. In Nederland niet. Ik had begrepen dat de gemeente Alkmaar... Dat is nog helemaal niet, want wij hebben onze argumenten naar voren gebracht. En ze waren eigenlijk niet goed geïnformeerd genoeg. En de beslissing is nog niet genomen. Nou is het zo dat de gemeenten wat dit betreft niet het laatste woord hebben. Dat is misschien wat opzienbarend, want wij denken altijd dat dat wel het geval is. Maar de minister van Binnenlandse Zaken kan een beslissing van een gemeente op dit punt vernietigen. Op politieke gronden. En dus ja, het enige advies wat ik kan geven aan de circusdirecteuren is om als een gemeente onverhoopt voor hun een nadelige beslissing neemt, dat een gemeente zegt binnen onze gemeentegrenzen geen circus met dieren meer, dan kan men altijd nog hoger op en de zaak aan de minister voorleggen. Daar is een precedent van op een heel ander terrein, waar jaren geleden, toen de apartheid nog heerste in Zuid-Afrika, waren er gemeentes die een boycottactie voerden en zeiden wij nemen geen spullen meer uit Zuid-Afrika. En dat is toen, naar mijn weten, consequent vernietigd door de minister van Binnenlandse Zaken, want die vond dat er hier een hoger belang in het geding was dan een gemeentebelang. En dat zal misschien goed in de oren klinken, een hoger belang dan een gemeentebelang. Want ik denk dat de circusdirecteuren vinden dat hier eigenlijk een veel groter belang aan de orde is. Dat is het enige advies wat ik kan geven. Dus op naar Dijkstal. Ja, ik wil er wel even aan toevoegen. Dus dat ik zeer zeker niet tegen de dierenbescherming ben. Ik vind het heel goed dat er is. Ook van de WWF, alles vind ik uitstekend. Wereld Natuurfonds. Ja. Daarna zie je ook meteen een uitzending over Sri Lanka. Zie je ook de olifanten, dat ze ook in India zelfs aangeketend zijn. Wanneer ze op appel staan, dat doen ze ook in de dierentuinen 's nachts, ook in de safariparken. Dat is gewoon om ze toch op appel te houden. Ik wil ook niet afstrijden dat er ook slechte circussen zijn, maar we willen best als circus in Nederland gaan praten op welke wijze manier we de dieren kunnen houden. En wij proberen ook zoveel mogelijk aan de eisen van de dieren te voldoen. En kunstjes doen, het wordt als kunstjes door een hoepel. Maar een leeuw springt ook van de ene boomtak naar de andere boomtak. Alleen doen ze dat dan hier van een postament naar een postament. U bedoelt, als dat niet de enigszins natuurlijk gedrag zou zijn, dan zou je ze dat ook nooit kunnen laten doen op bevel? Ja, want een paard stijgt van nature ook een hengst in de paartijd. Ja, maar goed, dat zijn dus dingen, daar denkt iedereen duidelijk anders over. U hebt het juridisch advies van de rechter gehoord en ik hoop dat het op een of andere manier goed afloopt voor u. Ik hoop het ook. Ja. Er is enige moed voor nodig om een geschil voor te leggen aan de rijdende rechter. En de dierenbescherming heeft het niet aangedurfd. Als een van de partijen dat weigert, wordt het conflict niet echt opgelost. En blijven ze elkaar een beetje dwars zitten. Heeft u een conflict met familie, buren, een instantie of een bedrijf en u wilt een onafhankelijk oordeel van de rijdende rechter, dan kunt u bellen of schrijven met de redactie. Prettige avond nog. Volgende week bij de Rijdende Rechter.
Je vindt een heerlijk huurhuisje, maar al snel begint de misère. Want de verhuurder blijkt over veel dingen anders te denken dan jij. Dat schijnt dan een hondenluik te moeten voorstellen, maar het is waanzinnig. Het is gewoon belachelijk. En nog nooit zo'n dikke waterrekening gehad en toch geen druppel meer verbruikt. Een vakantiepark in rep en roer. 2 miljoen liter water, Footsie. Bestaat niet dat dat water gebruikt is. En toch moeten wij betalen. En dat is een schande.